belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van veen is dat het een fossiel vastgelegde hoeveelheid koolstof is. En als die gebruikt wordt, dan komt die koolstof redelijk snel komt die in de atmosfeer terecht. En dat leidt tot opwarming van de atmosfeer, dus klimaatverandering. We merken met de potgrondindustrie dat de hoeveelheid veen die we dan moeten gaan vervangen zo groot is dat er eigenlijk geen direct materialen op de markt zijn die dat kunnen vervangen. En we zoeken dus naar een aantal materialen die samen in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn om als vervanging van veen te dienen. Er wordt op vrij grote schaal energie gemaakt uit bijvoorbeeld hout, maar ook uit allerlei andere organische stoffen. Dan blijft een soort houtskoolachtig materiaal over, biochar. En daar denken we dat het heel goed gebruikt kan worden als vervanger van veen. In deze proef werken we met potgrisanten. En deze potgrisanten die groeien op mengsels van potgrondonderdelen. Dus verschillende materialen die door elkaar gemengd worden. En die ook verschillende groeieffecten geven. En verder is het zo dat er op drie verschillende manieren water en voeding wordt gegeven aan die planten. En dat hebben ze nodig omdat niet elk mengsel dezelfde behoefte geeft aan water en voeding. Over 5 jaar is ongeveer de helft van alle potgrond, van alle veen, moet ik zeggen, in Nederland vervangen door alternatieve materialen. En over een jaar of 30, 2050, dan is praktisch alles vervangen. Maar dat laatste stuk is denk ik aanzienlijk moeilijker dan het eerste stuk. In het begin, bij een laag percentage vervanging, 10 tot 30%, kun je eigenlijk de manier van water geven en bemesting, die is bijna hetzelfde als met veen. Dus het is gemakkelijk voor telers om over te schakelen op 10 tot 30% alternatieven. Ga je nou naar 60, 70, 80%, dan wordt het heel belangrijk dat dat water geven en de bemesting heel precies aangepast worden aan het materiaal wat je gebruikt. En om dat te leren is domweg tijd nodig.